in het bijzonder de gasten onder ons en een ieder die later via internet deze dienst beluistert. In deze dienst gaat Jolanda Tuma voor en Kees Dekenteen speelt het orgel. Tijdens de dienst van de gaven zijn er twee rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor de open hof en een toelichting hierover kunt u vinden in deze orde van dienst. En bij de uitgang mag u uw gift in de daarvoor bestemde schaal. Zondag 23 december gaat Andries Visser voor en is de organist wederom Kees Steketee. Na deze dienst is er koffie en thee op het koor. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Er is dadelijk gelegenheid voor stil gebed, waarna we de liturgie zullen volgen. Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
trouw. Altijd. De Heer zij met u, met zijn genade en vrede. Die wordt overspoeld door alles wat het leven met zich meebrengt, maar ook altijd weer doorbreekt. Op momenten dat je dat het allerminst verwacht. God, dank. God, wees met ons begaan. Met allen hier op aarde, niemand uitgezonderd. Kyrie eleison.
worden aangereikt door de jaren heen. Ons leven binnengekomen en iets van binnen geraakt. Woorden aangereikt. Woorden die hier klinken ver voor wij hier waren. Woorden die hier zullen klinken, ook als wij hier niet meer zijn. Woorden zonder einde of begin, waarin wij iets herkennen van waar ook ons leven op is geëikt. Amen. Vandaag één lezing. Het is een bekende lezing van de God van Johannes. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg op een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt. En hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk. En in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde, bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk Israël.
Beste mensen, hier heet gegliddeld vanmorgen. Blijf niet staan op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden. Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, zie je het? Die zo bekende woorden van Jesaja schoten mij te binnen toen ik afgelopen vrijdag op het journaal zag hoe dat Zweedse meisje van 15 de mensen aansprak op de klimaattop in Polen. Toevallig gezien, meisje van 15 uit Zweden die al een tijd van school spijbelt demonstratief, omdat ze zegt: de wetenschap doet niks met mijn aarde, dus waarom zou ik naar school gaan? En zij zegt op die top de volgende woorden: we zijn hier niet om de wereldleiders te smeken om voor ons te zorgen. Wij zijn hier om te laten weten dat het gaat veranderen, of je het nu wilt of niet. Meisje met twee van die paardenstaartjes. In dat oerwoud van belangenbehartigers en politici die honderden pagina's vullen met nog veel meer afspraken en voorwaarden. Midden in dat oerwoud klonk de stem van dat meisje met die eenvoudige woorden: het gaat veranderen, of je het nu wilt of niet. In de ondoordringbare bergen van belangen en macht baande zij een smalle weg, maar een hoopvolle weg van hoop. Nadat haar stem had geklonken, gingen de onderhandelaars even pauzeren om vervolgens de hele nacht door verder te werken aan een akkoord. Een akkoord waarvan bij voorbaat zeker is dat deze ingewikkeld geformuleerde voornemens niet zullen worden waargemaakt. Klimaatakkoorden, afspraken, ze zijn absoluut belangrijk, dat ontken ik niet. Maar ik denk niet dat de wereld erdoor zal veranderen. De loop der dingen zal niet wijzigen. Het gaat zoals het gaat. Maar midden in het lawaai van de machthebbers klinkt altijd een zachte stem. Een stem die schijnbaar krachteloos is, maar die wel blijft klinken. Die stem wordt steeds opnieuw de kop ingedrukt onder de last van belangen en macht, maar duikt ook steeds weer op, zonder ophouden. Die tegenstem zal nooit overheersen, maar wel blijven klinken. We zijn hier niet om de wereldleiders te smeken om voor ons te zorgen. Wij zijn hier om te laten weten dat het gaat veranderen, of je het nu wilt of niet. Dat is een bekende stem die de eeuwen door heeft geklonken. Die de wereldleiders, moeilijk woord is dat, wereldleiders, nooit heeft veranderd. Maar die wel een kwetsbare en tegelijk oersterke kracht in de wereld laat zien. Zij gaat het gevecht met de machthebbers niet aan, maar laat wel van zich horen. En ik dacht bij mezelf: fantastisch meisje, blijf doen wat je doet. Ga niet aan de onderhandelingstafel zitten. Ga het gevecht niet aan, maar laat je horen met je heel eigen stem. Want jouw taal is anders. Jouw taal is niet die van de onderhandelaars en politici. Jouw taal is de taal van de profetie. We lazen vandaag het geboorteverhaal van Johannes de Doper. Kind van twee ouders die hun leven lang de godslamp brandende hielden. Ook al zagen zij geen enkel perspectief. Ze waren op hoge leeftijd, Elisabeth en Zacharias. Maar waren altijd trouw gebleven aan die stem. Die hen eens had aangeraakt, die stem van God. Zacharias deed dienst in de tempel. Zijn leven lang.
Elisabeth ondersteunde hem in zijn taak. Zij leefden samen, al die jaren, en bleven trouw. Aan die stem die sprak van gerechtigheid en vrede, hoewel de gerechtigheid en vrede voortdurend met voeten werd getreden. Ze bleven trouw, heel eenvoudig. En nu waren zij in hun ouderdom op wonderlijke wijze getuigen van de geboorte van hun zoon. Johannes is zijn naam. Roepende in de woestijn zijn tweede naam. Roepende in de woestijn, dat wil zeggen dat je je stem laat klinken, ook al is er niemand die je hoort. Je stem laten horen, zonder dat je het gevecht aangaat. Je doet eenvoudig wat je moet doen, zonder je zorgen te maken of het wel iets oplevert. Johannes werd geboren met een belofte. Zijn vader Zacharias zegende het kind en zei: jij, kleine jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Profeet van de Allerhoogste. Wat doet dat met een kind? Wat doet dat met een jonge man? Hoe maak je die belofte waar? Profeet te zijn van de Allerhoogste. Hoe hard moet je dan werken? Hoe hard moet je dan vechten tegen de gevestigde orde? Hoe hard moet je schreeuwen om je tegenstanders te overtuigen? Maar Johannes werkt niet. Johannes vecht niet. Hij schreeuwt niet. Hij is in de woestijn. Dat deed me denken aan een verhaal dat ik ooit van iemand kreeg in de tijd, nu bijna 18 jaar geleden, dat ik zwanger was van mijn eerste kind. Het verhaal was bedoeld als een symboolverhaal dat zou helpen om mij mijn kind ter wereld te brengen. Maar het is een verhaaltje wat eigenlijk veel bredere betekenis heeft. Het luidt als volgt. Het water stroomt en stroomt en wordt een prachtige brede rivier. Die rivier komt aan de rand van de woestijn. De rivier probeert het zand over te steken, want aan de andere kant ligt haar doel. Maar hoe zij ook probeert, de rivier zakt telkens weg in het zand. En dan zegt zand: je moet niet zo hard willen om over mij heen te komen. Dat lukt je niet. Kijk maar, je wordt een grote modderpoel. Hoe meer je probeert, hoe dieper je wegzakt in mij. En rivier zegt: maar wat moet ik dan doen? Ik moet naar de andere kant. Lukt me dat dan nooit? Zo niet, zegt het zand. Dat kan alleen als je alles loslaat. Koester je in de zon en verdamp. Laat je meevoeren door de wind, want die blaast je naar de andere kant. De rivier antwoordt: maar ik wil dezelfde rivier blijven die ik nu ben. Dat kan niet, antwoordt het zand. Als je aan de andere kant wil komen, moet je alsmaar veranderen. Heb ik vele gehad tijdens de geboorte van mijn eerste kind. Johannes werd een prachtige jonge man met een grote belofte. Profeet van de Allerhoogste worden. Hij had een doel voor ogen. Die woestijn oversteken. De wereld veranderen. De mensen veranderen. Maar hij verbleef in de woestijn tot de dag dat hij zich aan Israël kenbaar maakte. De woestijn is een leerschool, een eenzame plek, een omgeving die je het leven leert. In de woestijn word je op jezelf teruggeworpen. Je ontdekt de betrekkelijkheid van het leven, maar ook de kracht van die stem die klinkt van binnenuit. Een stem die anders is dan die van de wereldorde.
Het is die stem van de profeten die de eeuwen door hebben geklonken. Die stem heeft de wereldorde niet veranderd, maar wel de mensen. Johannes leerde in de woestijn om niet te vechten. Niet te vechten met het zand, maar leerde in zijn leven om zich te koesteren in de zon. Zijn wil los te laten en zich mee te voeren op de wind, op de geest van God. En zo liet hij zijn stem horen, niet met bravoer, niet met reclamestoels, maar gewoon op de plek waar hij zich bevond. Hij deed niets bijzonders, ging niet in discussie met wereldleiders, maar zei eenvoudigweg wat hem het meest na aan het hart lag. Bekeer je, keer je om. Jij bent zelf de verandering die je in de wereld wilt zien. Een wereld van gerechtigheid en vrede, die begint bij jezelf in je eigen huis. Verwacht geen wonderen van machthebbers en belangenbehartigers. Maar luister naar die stem die klinkt in je eigen hart. Vecht niet tegen al die omstandigheden, maar laat je meevoeren op de geest die gaat door de wereld. Johannes sprak een taal die anders was. Een taal die mensen stil deed staan en iets losmaakt, iets van diep van binnen. Een kracht die ergens van binnen sluimerde. En die stem is blijven klinken. Dat Zweedse meisje van 15 op de klimaattop zal het klimaat niet veranderen, maar is wel een onmisbare stem. Van die stem moeten we het hebben. De loop van het leven veranderen we niet. Wel kunnen we worden geraakt in het hout, ons omkeren en net als haar onze stem laten horen. Misschien niet aan de onderhandelingstafel, maar op de plekken waar de klappen vallen. Daar waar vrede en gerechtigheid met voeten worden getreden. Daar waar mensen het minste wachten. Daarin staat licht, hoe klein die vlam ook is. Daar wordt het kind geboren dat een nieuw begin maakt. Een nieuwe stem laat horen die de eeuwen door steeds opnieuw klinkt en raakt en in beweging zet. Pas als die stem zwijgt, is alles verloren. Maar de geschiedenis leert dat juist die stem, hoe zacht en kwetsbaar ook, nog nooit heeft gezweven. Hoe hard er ook wordt geschreeuwd door hen die denken de macht in handen te hebben. De profeet van de Alleroogste zou nooit zijn successtory kunnen navertellen. Alleen doen wat hem te doen staat. Roepen in de woestijn en geloven dat eens die woestijn zal bloeien. Dat meisje uit Zweden is zo'n kleine bloem, midden in de woestijn van onderhandelaars en belangenbehartigers. Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta je stil in het verleden. Ik, zegt zij, ik ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Zie je niet?
Mooie muziek. Laten wij danken en bidden. Uit het duister hier gekomen, mensend van de wereldmacht, onbestemd, verward in dromen, niet vermoedend wie hen wacht. Zoekend of een woord opgaat als een ster vandaag raad. In een sleur van ongenade, in elkaar verward en blind, slepen wij ons voort ten kwade, als niet één ons zoekt en vindt, als niet gij de nacht bezweert, onze gang ten goede keert. Nacht waarin zou zijn geboren, die de naam heeft dat gij redt. Morgentaal in onze oren, hemel op ons hoofd gezet, ogen wenkend woord van u, nieuw getijden, dat is nu. Gij die nieuw zijt alle dagen, bron en hartslag van de tijd, kunt gij één moment verdragen dat gij niet mijn toekomst zijt. Die gezegd hebt, ik zal er zijn, en de dood zal niet meer zijn. Zeg ons dat gij niet zult slapen, eerste stem die nimmer zweeg. Zie de mens door u geschapen, waarom zijn wij woest en leeg, als de dood zo zwaar en dicht. Spreek ons open naar uw licht. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben vergeven wie ons in schuld was. En breng ons niet in de proeving. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de open hof en voor de kerk.
We gaan altijd gedragen de zegen van ons. De levende zegen hebben hoor u. De levende doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De levende verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular.
I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you.